beneden, omhoog, omhoog. Yes, live op maandag. Ik ga het even snel doen, want het is al 8:10. Het is voor mij bijna geen doen meer met mijn huidige werk en gezinssituatie om op maandag op te nemen. Dus ik moet live op maandag verplaatsen of dinsdag uploaden. Ik weet niet hoe ik het nu ga doen. Ik heb even warm gedraaid. Ik ben nog 13 stuk net. Maar ik ben Destiny gewend. Dat is echt lastig. Destiny gewend zijn en dan dus deze game spelen. Totaal anders. Ik speel de laatste dag alleen maar Destiny. En je irriteert je ook maatloos in deze game dan. Ook een Black Ops 2. Maar net gewoon even een COD. Next Gen COD. Ik heb echt zin in. Advanced Warfare. Het lijkt ook een beetje op Destiny. Destiny is zo vet. Dat is echt voor mij nu even het gewoon. Dus dan is het even kut om te schakelen. Maar live op maandag is het moeilijk te uploaden. Het is gewoon echt de beste serie van Nederland. Om heel arrogant te zeggen. En de langslopende serie. Ik zou zeggen 98. Voor mij is dit de aflevering 98 namelijk. 98 aflevering. Paul, er zijn wel langere series. Sommige gasten hebben een hekje 200 zoveel. Ja, maar dit is bedoel ik. Op elke maandag upload. Ik heb het 20 weken of zo niet geüpload. Dus het optelt dat door vakanties. Black Ops 2 kwam uit. Is ook tijdig gestopt en zo. Ghost heb ik een tijdje cam gedaan maandag. Oh, die telt wel een aflevering ook. Maar het loopt dus al echt fucking lang, deze serie. Qua tijd. Een aantal afleveringen valt er natuurlijk wel mee. Dat staat ook niet veel, maar... Fuck! Ik weet niet waar ik in godsnaam gesmeten werd, maar... Ja, ik speel gewoon even dat ik deze map krijg. Nee! Nee! Wat een onzin is dat altijd! Dat is gewoon klinklaar onzin! Kijk, ik heb geen focus, oké, maar ik word er heel erg omhoog geschoten. Ja, van de zijkant. Heb ik soms 3 bar. Ah, vandaar net die vage def. 3 bar. Waarom draai ik ook 3 bar? 1 keer 4, want ik werd eruit gegooid of zo. Ik ben heel kut of zo. Ik weet niet wat het was. En toen opnieuw zoeken, dan kreeg ik 3 bar ineens. En nu weer 3 bar. En op regular kreeg je al 4 bar. Ik had tegenwoordig geen ground war meer spelen, blijkbaar. Qua connectie dan, hè, bedoel ik. En qua hackers natuurlijk. Oh, wat een lek! Zag je dat? Oh, zit wel, als je gewoon ook Destiny speelt, dan merk je hoe weinig skill er eigenlijk in kot zit. En het zal bij Advanced Warfare veranderen door het verticale aspect en door de exoskeleton suits, gelukkig. Want het is natuurlijk gewoon onzin hoe nu gekillt wordt. Het heeft niks met enige vaardigheden te maken voor die gast. Die spreekt een beetje met zijn rassassas of wat ding het ook was. Ik weet niet welke wapen hij had. Ze zit ook alleen met de camp. Hoe kan ook achter staan tegen die gasten? Ze zijn echt verschrikkelijk slecht. Ze zijn alleen maar aan het campen. Of ze staan trouwens. Ze staan achter. Ze zijn alleen maar aan het campen gewoon. Alleen maar. Snipen en campen. Ik weet niet wat erger is. Allebei verschrikkelijk. Hoor. Hoe kan je nou eigenlijk campen en zo? En dan. Alsnog een ATM in je waffel krijgen. Staat hij daar nou met zijn spas te campen ook nog? Oké, nu heeft hij een reden. Hij heeft een reden. Hij had een ATM tegen. Begrijp ik het al. Oei, oei, oei. Schoot laat. Ik heb mazzel dat ik eigenlijk gered werd. Had ik misschien wel gehad, maar... I'm not so sure of that. Hier binnen zitten ze zeker uit de camper. Als ze aan het camper zijn, is sponsor geweest, zitten ze zeker uit de heat camper. Kan niet missen. Nou, niet de camper, maar liever wel. En hoe kan ik dat wel nou niet winnen? Rot toch op met die killstreaks, maar ook niet makkelijker! ATM net, nou weer een Ace Ventura, die gaan ze als blinde kippen zitten campen. Komt wat logisch is, als ze geen blind eye hebben, dan gaan ze natuurlijk naar binnen overal toe rennen. En dan killen ze juist. Want dat is als kippen zonder koppen wegrennen. Dat is juist heel vertrillend. In principe, als je een mob wil halen, is het ergste wat je kan hebben, is je teamgenoten echt big streaks halen. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Spons flippen weer. Mijn aim is ook niet lekker, want het komt echt Destiny. What the fuck? Ja, dat mag wel. 3 bar. What the fuck? 3 bar is niet lekker.
zich mijn lobby goed, alleen die drie barmen. Fuck, ook over de helft voorbij. Een achtelijk ding tegen. Af. Waar zijn die tegenstand dan? Achter me dus. En hier. Daar dus. Oké, kom op. Ik wist gaat eentje in de hoek zat daar. Is er trouwens eens eentje daar? Ja. Oh. Nee. Kijk hem liggen. Oh nee, een hacker. Een hacker. Kijk. Een hacker. Een hacker. Onspeelbaar, onspeelbaar, het AIDS game. Als ik daar gewoon Destiny ga spelen, kan ik gewoon live gewoon jullie gewoon een half uur entertainen. Dan zou je niet continu goed gaan, maar dan kan je gewoon spelen. Het is gewoon met Call of Duty, och, het is toch niet normaal meer gewoon. Moet naar de kloot even. Het is gewoon niet normaal meer. Het is ook met het warm draaien al, hè, dat ik een uitgegoten 3 bar had en van alles. En van mij ook een hacker had, we zien niet zeker. Dan ga ik dus net Ground War, want ik gegooid in een map. 3 bar, oké, okay, is kut. Gaat de host weg, zelfs een dashboard. Terwijl, ja, het was speelbaar op zich. En dan ga je daarna in de lobby en dan heb je gewoon vallen. En dan zie je het beeld al. En dan is het gewoon een hacker weer. Dan zou ik 4-5 kills maken op mij. Maar, ook mijn ballen. Oh, je ballen krabben is wel eens wel lekker. Nou, nog maar een keer proberen. De laatste keer ben ik klaar. Het is klaar. Ik kan er niet van maken, jongens. Ik kan wel een uur door gaan spelen, maar dat heeft geen zin. Dit is het huidige, de huidige status van Call of Motherfucking Ass Bitch Raping Judy op dit moment. Helaas. Maar Next Gen komt eraan, yes. Ghost was natuurlijk gewoon kut AIDS. Black Ops 2 is best wel leuk de laatste tijd weer. Deze game is broken door de hackers, blijkbaar. Dat zag je net al als bewijs. En het is gewoon, als jij gewoon 2 uur gaat spelen, kom je gewoon de helft van de tijd bij hackers. Ja, dat zal niet leuk zijn. En snipers. En headglitchers. Heb ik er twee en dan de derde staat er ook nog een headglitch. Oh, nou, dat is niet slim van me. Deze map is ook op regular niet zo leuk. Ground War. Is hier heel goed zelfs. Dat is een godverdamme. Kan toch niet? Dat kan gewoon niet wat er gebeurt. Nou, ik ben ook echt testen nu. Het is zo snel dood nu weer. Ik heb het zoveel uur gespeeld de afgelopen dagen. Dat je gewoon eigenlijk nergens meer naar kan wennen. Dat is kut om dan weer een overstap te maken naar kot. Dat is echt gewoon verschrikkelijk. Het was... Oh man. Jezus. Headshot van Sangria Likker. Kill me weer Sangria Likker. Dat ik een nieuwe job heb te kopen, ja, dat ik hoorde echt iets wat niet lekker is. Mijn zilver, mijn goede job en dan fuck it ook maar, doei!